Even een kleine toelichting om te zorgen dat de hond de juiste focus heeft. Jij belangrijk wordt in de relatie met je hond door het geven van oogcontact van de hond naar jou. Hè, dit kan je gewoon toepassen in de dagelijkse handelingen, interacties die je hebt met je hond. Dat zij van ik ga naar buiten, ik kom terug naar binnen, ze krijgt eten, ze moet in de auto, ze mag in de fietscar of eruit. Dat zijn allemaal handelingen die je al doet. En zorg dan even op die momenten dat de hond jou aankijkt. Dus even toestemming vragen van hey, ik mag in de auto of hey, ik mag uit de auto. He, dus dat we ook die rust hebben bij al die handelingen. En daarnaast maak ik mezelf belangrijk. Nu kan het zijn dat de hond wat moeite heeft, wat afgeleid is om oogcontact aan jou te geven. In dat geval, wat je dan kunt doen, is dat je even op je hond instapt. Zie je, dan krijg je gelijk van, hé, je beweegt, ik kijk je aan. Of dat je even van je hond afgaat, net zoals hier. En dan krijg je hetzelfde effect. Is dat ook niet mogelijk, mag je altijd een geluidje maken. En dan krijg je, yeah, good, dankjewel. Ook een manier om dus oogcontact te krijgen van je hond. Dus dat helpt eventjes. Een hele fijne manier om natuurlijk te werken aan de band met je eigen hond. Omdat jij belangrijk wordt voor haar, voor hem. Dankjewel. Let's go.